twee minuten tijd een tekstje voorgelezen waarbij dat er gezegd wordt dat men overgaat tot een volledige sluiting van de fabriek. In twee minuten, plots niets meer. En vooral dat doet zeer. Het heden herhaalt het verleden. Dat dit ooit nog komt. Het wachten duurt te lang. Het duister maakt ons bang, maar we slaan ons hier wel door. Dus vecht, geef de moed niet zomaar op en kijk. Vecht, geef de moed niet zo.